samen zo gearmd en dan zo ook zo. En dat voortdurende gelach tegen elkaar. Hè, zouden ze binnenskamers al zouden ze al aan tongzoenen toe zijn? Of wat denkt u? Hè? Het zou mij niet verbazen, hoor. Het zou mij helemaal niet verbazen. Hè? Ja, bij katholieken weet je nooit van welke kant ze zijn. Die zijn in alle opzichten amorf, als het ware. Rutte, nou ja, bij Rutte wisten we het al helemaal niet. Hè? Dus ja, ik vond het weerzinwekkend. En toen bij de algemene beschouwingen, dat was eigenlijk het absolute dieptepunt. Toen zult u hebben gezien dat de minister-president Geert Wilders omarmde. He, Wilders kwam zo omhoog en, nou ja, je denkt nu gaat het gebeuren. Zou dat verminderd kunnen worden? Überhaupt is dit iets wat niet alleen bij deze twee heren voorkomt, maar het is iets wat als een schimmel over onze samenleving woekert. Dat gepluk aan elkaar, he, dat huggen, he, dat is het huggen. Maar dat komt uit Amerika, hè? Dat komt uit al die afschuwelijke sitcoms. Hè? I love you, dad. I love you too, son. Hè? Dat alleen al heeft u ooit... Hè? Heeft zij uw vader wel eens tegen u... Ik hou van je, jochie. Hè? En dat jij dan zei van... Ik ben ook gek op jou, pa. Hè? Ik bedoel, dan bel je toch meteen het RIAG. Hè? Afschuwelijk werk. Dat is een... Nou ja, denk aan Bill Clinton, hè? Die ook altijd aan het huggen was. En die toen ook eigenlijk Arafat en Rabin ook tot huggen heeft gedwongen. Hè? Maar daar zag je al dat die wouden niet. Hè? Die hadden iets... Rabin was geen hugger. Hè? Ja, ik moet u zeggen, ik hoop niet dat dat doorzet en dat dat een onderdeel van onze cultuur wordt. Is dat je voortdurend aan mensen moet komen. Want ik moet u zeggen, en dan zal ik erover ophouden... Ik ben opgegroeid in een wereld waar je maar twee groepen van personen kuste. Namelijk je ouders. En bij je vader hield dat op als je ongeveer 11, 12 was. Je moeder ging ietsje langer door, maar moest ook niet al te gek worden. En dan had je je grootouders, daar was in grote trekken ongeveer hetzelfde patroon voor. Dat je die ook, en dan nou ja, na je 14e kuste je niet meer die mensen waarmee je geen speciale bedoelingen had, zal ik maar even zeggen. Hè? En u weet op een goed moment, ik weet niet precies meer wanneer het begonnen is, moest je ook je vrouwelijke kennissen eenmaal op de wang kussen. Nou ja, ik heb mijn hele tijd verzet en dan hoorde je via via, heeft hij soms de pest aan mij? Meestal wel, maar... Nee. Ik heb mijn verzet moeten staken, hè. Wij werden een paar jaar in onze kennissenkring, daar kwam gewoon niemand meer. Ze wouden per se gekust worden. Dat is tot daaraan toe. Toen moest het ineens twee keer. Hè? Ook erg. En nu is het tegenwoordig drie keer, zoals u weet. Hè? Wie doet daar niet aan mee? Ja, u ziet er ook bejaard uit. Ik probeer het ook tot elke prijs te vermijden. Ja, bij ons is het thuis zo gestructureerd dat als ik de keuken inloop, zie ik het bezoek wel, maar zijn ze niet in staat om mij te kussen. Dat is een enorme handige strategie, is dat. Hè? Want dan later, na een kwartier kun je niet meer zeggen, hè? Of dan kunnen ze niet meer gaan kussen. Dat zou abnormaal zijn, ben ik geneigd om te denken. Maar zou je daar nou tegen kunnen, wie is er voor dat we dat afschaffen, dat kussen? Nou, kom op. Wie is een warm voorstander van deze volkomen nutteloze, inhoudsloze... jongen, zeg. Zoals de verwording van onze cultuur om zich heen grijpt. Dat is wel erg. Ja, ik dan toch nog maar even dat voetbal, want eigenlijk was ik van plan om met u een vrij serieus thema te bespreken. Namelijk, hoe zijn we aan zo'n idiote regeringscoalitie gekomen? Punt 1. En punt 2, waar liggen de wortels van die zaak? En punt 3, wat is de rol van de media in de moderne politiek? Dat waren eigenlijk allemaal zaken die ik in een onderlinge samenhang van subtiele structuur met u wilde doornemen.
Maar ik moet u zeggen dat de tijd hier een stuk sneller verloopt dan elders. Ja, waar je ook nooit weet hoe het komt. Dus nu eerst even toch, want dit was ook weer aangekondigd dat ik zou gaan mopperen en zo. Ja, onzinnig idee natuurlijk. Dus ik wou eigenlijk beginnen met een heel positief bericht. En ik ben ervan overtuigd dat voor de meeste van u geldt dat als een positief bericht. Het grote nieuws in feite van de vorige week. Het grote nieuws van de vorige week. U zult zo zien dat het voor bejaarden nog veel groter en belangrijker en positiever nieuws is dan voor jonge mensen. Dat zal ik u uitleggen. Was dat wij niet het wereldkampioenschap voetbal krijgen in 2018. Ja. Nog groter nieuws volgde reeds enkele minuten nadat de ene mafioso het wereldkampioenschap aan de andere mafioso had gegund. Want tot mijn onuitsprekelijke vreugde werd medegedeeld dat het wereldkampioenschap van 2022 dat zal worden toebedeeld aan Qatar. Ja, dat is een vrij nieuwe natie, maar met een hele leuke voetbaltraditie. Daar wordt daar een hele ruime competitie gespeeld. Met leuke ploegen. Het is echt heel begrijpelijk dat Qatar dat heeft gekregen. Daar zeg je echt van, ja, dat is van die Blatter, hè, dat is een heel verstandig besluit geweest. Ik heb me laten vertellen dat ze er zelfs nog nooit een voetbal hadden gezien in Qatar. Maar ze gaan groene stadions bouwen. Heeft u dat ook gelezen of niet? Ze gaan groene stadions bouwen. En die worden dan na de hand weer afgebroken en naar andere landen geëxporteerd. Er werd ons ook weer wijsgemaakt, dames en heren, dat als wij het zouden gaan organiseren, dat je er enorm veel voordeel van zou hebben.